is vrijdag 18 september en we zijn zojuist aangekomen bij Sial de Beltrans. Op Tranje op de Hoge Venen. En we gaan starten met een mooie doorsteek van de Hoge Venen naar Monschau. Daar is Willem. Ga je mee, Willem? Daarachter zie je het trapje. Als je daarop staat, dan sta je precies 700 meter boven. Nou, we maken nog even een panoramashoot van de Hoge Venen. Dat is Sial de Beltrans. De weg naar Robeville. En dan ontvouwt zich hier het prachtige landschap van de Hoge Venen. Wat Willem zegt, als je hier zo kijkt, dan denk je, dan zou het ook maar zo de Masai Mara in Kenia kunnen zijn. En het weer is niet helemaal optimaal, bewolkt. Maar goed, wij gaan ervoor als het maar droog blijft. Het is onderhand 11:30. Wij hebben het pad bereikt langs de hel, of de hille in het Duits. Het riviertje, en dat riviertje gaan we de komende uren volgen. Straks zullen we de laser wel aan moeten trekken. Je ziet, het is een prachtig gebied. De zon schijnt. En we dalen hier af naar een gebied en dat heet de Boomgaard. En daar zullen we de laser wel aan moeten, want dan zal het zo blubberig zijn dat we met de gewone schoenen niet doorheen komen. Nou, we zijn hier in de Petit Bongaard. Willem is al 1,5 meter de blubber ingezakt met zijn laarzen. Dat is toch wel heel erg handig. Kijk, en daar verderop. Daar stroomt de helle. Ja, dit is echt een heel mooi gebied. Ja, wij zijn onderhand een paar kilometer van Monschau verwijderd. Monschau. En je ziet hier naast mij, en dat is Willem Hendriksen. Met die laarzen. En wij gaan zo meteen naar Monschau. En dat doen we door een heel klein paadje in te lopen. Kijk. De koeien staan nog op de rij. En daar tussen de bossen beneden, daar ligt Monschau. En wij gaan hier langs. En dan... Dag Monique. Hé? Kijk. Het is 16:45. En Willem Hendrik en ik hebben Monschau bereikt. En zoals je ziet zitten we bij het kasteel. Bovenop. Willem. Ja. Gaat het goed met je? Ja. Helemaal goed. Mooie dag gewandeld. Heerlijk gewandeld. Het was schitterend. We hadden mooi weer uiteindelijk. Geen regen. En die Hoge Venen zijn echt heel bijzonder. Nee, dat kijk je uit. En dan hebben we hier de ingang van het slot. En natuurlijk prachtig uitzicht over Monschau. Daar hoog de ruïne van een voormalig kasteel. Leien dakjes. Mooie leien dakjes en vakwerkhuizen. En hier is de ingang van het kasteel. Het is zaterdagochtend, 19 september. Het weer ziet er goed uit en wij zitten in Monschau. Hier is het riviertje de Roer. Dit is de markt. En we hebben heerlijk geslapen in ons mooie appartementje. En wij gaan eens even een stukje ontbijten. Want daar hebben we wel zin in, al dat bier van gisteravond, of niet Willem en ik? Ja. Café, Zoom Haller. Ja. 9 biertjes had je opgelopen, hè? Ja. Een echte top, Willem. Je hebt kruisen niet bij. De Erestijnlijn, nee, maar die kruis, dat is helemaal mooi hier zo in de Eifel in Monschau. Want we hebben hier tegenwoordig, kijk, een topboek. En we hebben een heus kruis. En onze Willem, die dus helemaal omhoog geklommen is. Ja. Dus dat is echt bijzonder hoor. Wat ga je nou doen naar beneden klimmen?
Nou, helaas. Ja, wij komen dan van de Ehrensteinlei, het heuse Gipfelkreuz. En dan kom je hier beneden en dan sta je weer langs de Ruhr. En we gaan nu het pad volgen in de andere richting. Namelijk deze kant op. En dan lopen we naar Gut Reichenstein. We zijn gearriveerd op de Richelslei. En daar heb je het Kreuz in Veen. En Willem Hendrik die heeft zojuist drie weestige groetjes gebeden. En hij gaat nu een kaarsje aansteken. Ja, het is een mooie verstilde plek in het bos. En naar boven is er ook nog, kijken, een groot kruis. Nou, de religieuze input is weer. Ja, we zijn nou net zo'n beetje uit het bos komen lopen en sluiten hier weer aan op de uitgestrekte veengronden van de Haute Vragne. Kijk, prachtig gezicht. En daar aan de horizon, daar zien we de toren van Haute van Botragne. En daar wandelen we naartoe, want daar staat onze auto. Kijk, het is moeilijk om de camera stil te houden, maar daar is het. Nou, wij zijn weer terug bij Botrans. Je bent er geweest. Ja. En we doen nog even een laatste terugblik over de Hoge Venen. De steppen van België. Ja, van de Oostkantons. Nou ja, het weer is niet super. We hebben net een regenbuitje gehad. Maar ja, nee, dit is toch wel mooi hoor. Het veen. Ja, op dit uitkijkspunt. Kijk, daar kwamen we net vandaan. En Willem, hoe bevielen de Hoge Venen? Dag. Ja, hè? Mooi. Heerlijk gelopen.